Yes, welkom terug hier bij een nieuwe video op Bordbaan. Mijn naam is Bart, Bordbaan. En het is heerlijk zomervakantie en alles is nou een beetje anders. Hè. Je dagen vul je anders in. Je bent misschien op vakantie, op een camping, in een hotel. Je eet misschien wat later, je gaat wel later naar bed. Maar er is één ding de komende tijd wat precies hetzelfde blijft en dat is me. Want je kan ook heel de zomer iedere dinsdag en vrijdag om 6:30 genieten van een nieuwe video hier vanuit de Efteling. Hey, waar je op dit moment ook op de wereld bent, ik hoop dat je een onvergetelijke tijd hebt. Heel veel plezier. Zo niet, dan gaan we daar nu verandering in brengen. Want we gaan vanavond samen weer een tof rondje lopen door de Efteling. Ja, je hoort me goed, vanavond. De Efteling is heel de zomer open tot 10 uur. Het is nu 6:30, dus we hebben nog 3,5 uur de tijd. Ik heb er zin in. Leuk dat je kijkt. We gaan beginnen. Let's go! Nogmaals terug, leuk dat je er bent. Hey, je weet het hè, 25.000 abonnees op 17 december 2023 of dan mijn 20e verjaardag betekent dat we gezamenlijk mijn verjaardag gaan vieren in de Efteling. Hey, zoals je dan aan de titel hebt kunnen lezen, ik wil vandaag tussendoor een paar tipjes aan je weggeven waardoor je nooit meer de weg kwijtraakt in de Efteling. Ik was laatst met een paar mensen in de Efteling die hier niet zo vaak kwamen en die wisten de weg gewoon niet. Ik dacht, oké, hier moet ik vanaf nu verandering in gaan brengen. Dus wat gaan we doen? Laten we eerst eens even lopen richting het bekende plekje, de grote plattegrond hier op de Bedoespromenade. Ja, en dat is dus vandaag wat we gaan doen. We staan nu bij deze rode pijl en door het geven van een aantal tips die ik je vandaag ga geven in het park, ga ik ervoor zorgen dat je na vanavond nooit meer de weg kwijt gaat raken in de Efteling. En we gaan beginnen, gewoon hier, let op. Hier achter mij is deze enorm grote cirkel die we kennen met een aantal grote stenen, ronde stenen, waarop alle rijken van de Efteling te vinden zijn. Daar komen ze in aan. Fantasierijk, reizenrijk, magerrijk, anderrijk, ruigrijk. En daar waren ze al, alle vijf. Vijf rijken, de Efteling is verdeeld in vijf gebieden, vijf rijken. En ik ga je nu de eerste tip geven waardoor je nooit meer überhaupt één twijfel kan hebben in welk rijk je staat in de Efteling. We staan hier nu precies in het middelpunt van de Efteling. Harthof, oftewel voor Symbolica. Let op, ik ga je een aantal tips geven. Dit is een ezelbruggetje, moet je onthouden. Als je met je neus richting het noorden gaat staan, oftewel richting Symbolica, zijn er twee dingen die je kan onthouden. Als je naar rechts kijkt, heb je Ruigrijk en Anderrijk. Komt ie. Rechts, af. Ruigrijk, Anderrijk. Kijk je naar links, heb je twee rijken. Je hebt Reizenrijk en Magerrijk. Reizenrijk kan je koppelen aan het Efteling Hotel. Efteling Hotel ligt bij Reizenrijk. Dat is altijd aan de bovenkant van de linkerkant en heb je dus toch Magerrijk. In ieder geval, je kan dus nooit meer de kant vergeten. Dus sta je met je neus naar Symbolica, rechts, af, Ruigrijk, Anderrijk, Reizenrijk, Magerrijk. Laten wij eens richting Reizenrijk gaan. Stop. Dat zeg ik wel heel makkelijk, we lopen naar Reizenrijk, maar dat kan natuurlijk op drie verschillende manieren. Je kan hier langs Symbolica lopen, langs hier Diorama kom je het mooie carouselpaleis uit, helemaal prachtig, mooi, niks mis mee. Maar ik heb een korte route voor je. Kom. Dan moeten we dus niet deze kant op gaan, dus waar iedereen allemaal Sjoks naartoe gaat. Dit helpt trouwens ook als je Sjoks vroeg naar de vogel wilt. Hè. Dat maakt niet uit dat je dat s'avonds, ochtends, middags, s'nachts doet. Je loopt een stukje terug. Kijk, dit is wel heel erg, ja, dit is echt leuk. Dit is nou echt inside info. Helemaal langs Polles Keuken, gewoon Polles Keuken. Ja, ik weet het, we gaan de verkeerde kant op en het is niet richting Reizenrijk. En de vogelrok is alleen maar verder weg. Maar we lopen toch echt nog even een stukje verder. Kijk, en dan gaat er dus iets heel, heel erg tofs gebeuren, let op. Dan maken we nu de magische stap van het Reizenrijk. Hoppatee, in het Magerrijk. We zijn nu in het Sprookjesbos. En je kan dus een shortcut pakken richting Vogelrok, Droomvlucht, maakt niet uit, heel de linkerkant van de Efteling, dus Magerrijk, Reizenrijk, door het Sprookjesbos. En dat is veel korter en veel leuker om te zien, want je ziet gewoon een aantal sprookjes. Nou, wat je doet, je kan hier richting Langnek, waar nu weinig Langnek vandaan is, zoals je ziet, of je kan naar het Kabouterdorp. En die loop je helemaal door. Nou, dan kom je eruit bij het kasteeltje van Don Roosje. Kasteeltje, het grote koninklijk kasteel natuurlijk. Dan kun je ervoor kiezen om de trap op te gaan of linksaf te gaan om er langs te lopen. Ik zou er altijd lekker langs lopen. Dat is het kortste. En als je hier dan aankomt is er één ding heel belangrijk. Ga niet linksaf, maar loop rechtdoor. Want hier ga je Sprookjesbos in en daar kom je dan niet meer uit. Dus je blijft rechtdoor lopen totdat je echt niet meer kan. Je loopt zelfs hier dit poortje door. Oh jongens, een muis liep hier voor mijn voeten. Ik zweer het je. Er liep hier een levensgrote muis voor me. Dit was echt niet grappig. Echt gewoon voor mijn zooltjes. Ik zweer het je. Ik schrok me helemaal kapot. Oeh, er liep gewoon zo'n muis te voor me. Nou ja, bizar.
kijk, en dan komen we dus het Sprookjesbos uit. En dan komen we dus op dit herkenbare kruispunt waar je de winkel in kan, naar de carousel, naar het Marenrijk, naar het Reizenrijk. Maar laten wij eens richting het Reizenrijk gaan en laten we dan eens een keer niet naar de Vogelrok gaan. Kijk, en dan kom je dus hieruit. En in plaats van dat we dus zo zijn gaan, want hier stonden we net, zo riep, zijn we een stukje teruggelopen en zijn we zo richting het Sprookjesbos hieruit gekomen. Vooral voor 's ochtends is dit echt een ideale plek. Waarom? 's ochtends gaan natuurlijk heel veel mensen richting het Roverlucht en dan loop je dan via het Sprookjesbos omheen. En als je een beetje doorloopt, komen er zelfs nog eerder dan de grote groep die bij Polles Keuken en Symbolica staat te wachten bij de poorten. Oké, rondje Carnaval Festival, let's go. Ga je mee? Kom. Dat was Carnaval Festival. Ik zit hier op Zomerstraat. Ik heb eventjes een plattegrondje erbij gepakt. Want dan kunnen we even laten zien waar we nu zijn. We zijn hier nu helemaal in het uiterste puntje van de Efteling. En ik wil eigenlijk wel heel erg graag helemaal hierheen, naar de Piranha. Nou, dat kunnen we op een aantal manieren doen. We kunnen helemaal achterlangs, langs het kinderspoor, achterlangs de Baron, zo die kant op. Dat kan, dat je helemaal zo gaat. We kunnen teruglopen richting Symbolica. Zou je dan helemaal zo richting Fabula, Aquanura, Max en Moritz naar Piranha kunnen gaan? We zouden nog iets korter kunnen doen, dat is helemaal richting dus terug naar Symbolica. Maar in plaats van dat we dan naar Fabula gaan, gaan we de andere kant op, zo richting Piranha. Maar ik heb een ander idee. Ik zou graag hier naartoe willen gaan. Dus richting de pagode, achter Symbolica door, langs de Gondoletta. En dan kom je hier uit bij die Piranha. Ga je mee? Kijk, als je dan vanuit Carnaval Festival hier naartoe loopt, dan kun je linksaf of rechtsaf. Linksaf ga je zeg maar richting Pieter en zo, dat is een beetje om. Altijd rechtsaf aan richting Piranha. Kijk, we zijn hier dus aangekomen achter Symbolica. Dit is een heel belangrijk puntje, want hier is vaak verwarring over. Hier naar links heb je een grote brug, daar ga je richting Python, Baron, Joris en Draak, Vlieg de Hollander, dat soort dingen. Maar wij gaan rechtdoor en lopen letterlijk helemaal achter Symbolica langs en langs Gondoletta. Kijk, als je maar alsmaar rechtdoor blijft lopen, dan kom je hier links uit bij de Baron, kan je meteen een baronnetje in. En daar is hij, de Piranha. Oké, ondanks Piranha 10 minuten is, gaan we er vandaag samen niet in. Twee redenen. Reden 1, ik wil het eventjes binnenkort met Menno gaan doen. Vind ik veel leuker dan alleen. Reden 2, als ik mijn GoPro meeneem, mijn extra camera voor een Piranha, want ja, deze camera wordt natuurlijk nat, dan zit hij natuurlijk op mijn borst. En als je zit in Piranha, dan zit je de hele tijd tegen dat ronde ding aan te kijken in de car, weet je wel. Dus je ziet echt helemaal niks. Maar ik heb wel begrepen dat hier in de buurt allemaal zomerse snacks zijn. Dus die gaan we hier wel even proberen op het Piranhaplein. Naast attractie Piranha en het horecapuntje Casa Carousel heb je deze zomer hier de Piranha Bar. Daar hebben ze onder andere mocktails en cocktails. En ik heb hier een nieuwe frozen mocktail die we vandaag gaan proberen. De Mojito. 5,50. Je kan er ook wat rum in verwerken. Dan is die ietsje duurder. Je hebt ook een pina colada, maar dat is een beetje mijn kokosnoot. En ik hou niet van kokosnoot. Dus een mojitootje. Daar gaan we. Prima. Hij is super. Hij is super, mevrouw. Weet je, dit vind ik lekker. Ik vind het verfrissend. Ik vind het lekker om te drinken. Het enige kleine puntje van enigszins een heel klein beetje kritiek. Die frozen mocktail is allemaal precies hetzelfde. Het is siroop met ijs. Maar ja, het is prima. Het is lekker. Het is maar net waar je van houdt. Als je van een fruitige mocktail houdt, ga dan naar het Ton van de Zwemplein bij de Droomvlucht. Hebben ze heerlijke fruitige mocktails. Hier hebben ze een mojito. Hier hebben ze pina colada. Als je van lemon, munt en kokosnoot houdt. En hou je echt van een fruitig drankje, ga dan zeker naar het Vaten Magaan naar plein. Want daar heb ik die Lipton Icy Special. Want die is ook echt fantastisch. Zeventje. Lekker. We gaan door. Lekker zo'n verfrissende cocktail. Hey, ik wil heel erg graag even het Sprookjesbos in. Alleen, nu hebben we wel een probleem. Want, nou ja, goed, ik ga het je laten zien op de plattegrond. Kijk, we zijn hier dus nu op het Piranhaplein. Maar eerst konden we dus gewoon letterlijk zo langs het spookslot het Sprookjesbos in. Dat gaan we niet vanwege de bouwplaats van Dans Macabre. Dan kunnen we dit twee dingen doen. Laten we eerst het Sprookjesbos zo via Aquanura ingaan. Nee, dat was natuurlijk een rapje. Dat kan helemaal niet meer. We gaan dus weer terug richting die ingang waar we het begin van de avond waren, daar bij Langnek. Alleen, we lopen wel een beetje anders. Want die is dus hier en dat betekent dat we helemaal zo wiep om Fabula, Max en Moritz, Aquanura bijna bij de uitgang uitkomen, zo helemaal hier omheen moeten. Dat gaan we niet doen. Nee, we gaan gewoon lekker terug waar we vandaan kwamen. Zo, wup, langs Gondoletta.
En dan gaan we niet achterlangs Symbolica, maar langs Symbolica. En dan lopen we zo weer terug richting Langnek. Zo, aangekomen bij het begin van het park. We gaan nu door de Sprookjesbospoort, waar we bij Pinocchio en de rode schoentje uitkomen. Nee, dat gaan we even niet doen. Sinds de bouw van de Efteling Grand Hotel hier bij de ingang van het park is de bekende Sprookjesbospoort weg. Je kan hier niet meer inzien, het zijn dus bosjes. Dus je komt niet meer uit bij de rode schoentjes en bij Pinocchio. Oftewel, slecht idee, Bart, terug naar jou bij de Piranha. Kijk eens aan, hier aangekomen bij Symbolica. Eigenlijk precies op de plek waar we aan het begin van de avond zijn begonnen. Ik wilde vanochtend zeggen, maar het was gewoon vanavond. We gaan weer terug waar we straks in zijn gegaan. De Sprookjesbospoort. Let's go. Zo, dit is tenminste een Sprookjesbospoort waar we wel doorheen kunnen. En we zijn net naar rechts gegaan. En ik wil eigenlijk even naar Hans en Grietje toe. Dat ligt echt midden in de Sprookjesbos. Wat we doen, komt die snelste route. Linksaf, kom. Kijk dan vrienden, weer een muis. Daar gaat die. Kijk hoe groot die dingen zijn, dat is bizar. We lopen langs Langnek en dan kan je dus hier rechtdoor richting Roodkapje, Pinocchio, de rode schoentjes. Maar wij gaan hier rechtsaf langs het Roodkapje bord. Kijk, en dan komen we hieruit op bij de Zeemermin. En dan gaan we linksaf. En zodra je dan bij deze grote toren komt, wanneer ze haar eten bracht, riep ze, van Rapontje, loop je langs de toren, rechtsaf en dan ben je er. Mooi sprookje, Rapontje. Kijk, en dan loop je dus hier zo op dit pad en dan ben je dus hier al bij het huisje van zijn Gietje, want hier beginnen de muurtjes al van het huisje. Er is ook een andere route richting het kabouterdorp, maar dit is een leuke route, want dan kom je direct verschillende sprookjes tegen waar je langs loopt. Kijk, hier zijn we dan. Kijk, het is lekker rustig hier. Kun je linksaf richting het Herautenplein. En hier, locatie, Hans en Gietje. Hartstikke leuk sprookje, het huisje van Hans Gietje. Oh, ik zeg trouwens steeds het huisje van Hans Gietje, maar dit is natuurlijk het huisje van de heks met Hans Gietje. Kijk, let op. Hier zo, midden in het Sprookjesbos, zit het snoephuisje waar we nu dus zijn. En ik wil dus heel erg graag richting Vaakje. Dat kan op twee manieren. We kunnen hier zo dadelijk doorsteken langs het theater, langs Reus. Langs Repelsteeltje, langs het meisje met de zwavelstokjes, Kniezoor, de nieuwe kleren van de keizer, Sprookjesboom en dan zijn we er. We kunnen ook een andere route pakken, weer doorsteken naar het theater. Dan een heel vies straatje pakken, heel erg verborgen en geheim, richting het kasteel van Don Roosje. Daar komen we eigenlijk uit de Sprookjesbos, dan lopen we langs de Marskramer en dan lopen we eigenlijk via de uitgang van het Sprookjesbos zo richting Vaakje. Dat gaan we nu even doen. Kijk, dit is dus die straat die eigenlijk recht tegenover het snoephuisje zit. Recht doorlopen en dan komen ze op een kruispunt uit waar het Sprookjesbos Theater hebt, de Indische Waterlelies, het Herautenplein en de rest van de sprookjes. Maar kijk, let op. En dit is misschien wel het grootste geheim van vanavond. Want dan kom je hier dus aan en je ziet dus nu helemaal niks. Je ziet er een theater waar gesloten is op dit moment. En je zou eigenlijk normaal gesproken altijd rechtdoor gaan richting de rest van de sprookjes. Maar, kijk hier. Ineens een paadje. En daar gaan we dus langs, of doorheen. En dan komen we op precies dezelfde plek als we vanavond begonnen. Hier, bij de poort van het kasteel van Don Roosje. Lopen we even onderdoor. Let op. Oké, ik hoop dat we nu geen muis tegenkomen, anders schreeuw ik heel de Efteling bij elkaar. Maar dat gaan we niet doen. We gaan nu het Sprookjesbos uit. Kijk, we zijn dus nu het Sprookjesbos uitgelopen. En waar we op het begin van de avond die kant op gingen, richting Carnaval Festival, lopen we nu gewoon letterlijk, geen grap, door de souvenirswinkel heen. De oude Marskramer. Even kijken. Dat doe je echt. Zo, in één rechte lijn door de winkel. Hier nergens afslaan, niet linksaf, niet rechtsaf. Gewoon rechtdoor. In één keer door. Richting deze uitgang. Applakee. En dan komen we hier weer bij de andere Sprookjesbospoort. Dat is de uitgang van het Sprookjesbos. Maar je mag er gewoon doorheen hoor. Alleen vandaag, als jij er bent, mag dat ook wel.
En dan zie ik Vakie al bijna in de verte. Hier, een bruggetje over en daar achter deze grote boom zijn we al bij Vakie. Kijk, daar is hij. Hoppletee. Wat minder romantische route, maar wel een shortcut waardoor je letterlijk door het heenlopen van een souvenirswinkel sneller bij je bestemming bent. Er is hij, Vakie. Nou, blijk alvast. Het park is nog heel even open en ik wil eindelijk wel even een pittige achtbaan met jullie gaan doen. Laten we naar de Joris en Draak gaan. Zijn we nog niet geweest in die hoek van het park? Ja, en hoe kunnen we daar nou het best naartoe, hè? Want we zijn nu hier zo. Nou, het lijkt me logisch dat we zo meteen zo het Sprookjesbos uitlopen. Dat is logisch. Dan gaan we deze keer niet terug het Sprookjesbos in, maar richting Diorama. Komen we weer uit bij Symbolica, sorry. Gaan we weer langs Symbolica. En het kortste is dan, denk ik, om langs de Baron te lopen. Onder de Vliegende Hollander door. Langs de Python. En dan zo Joris en Draak. En kijk, we kunnen eventueel ook helemaal langs Vogelrok achterlangs. Zou ook nog kunnen. We kunnen ook nog doen waar we straks naartoe zijn geweest. Dus dan ga je dus richting Vogelrok. Ga je langs de pagoden. En dan ga je zo hier bruggetjes over. En dan kom je ook bij de Joris en Draak. Maar wat wij gaan doen, wij gaan hier nu uit. Langs Diorama, langs Polskeuken, Symbolica, even kijken, dan weer langs Gondoletta. En dan gaan we nu niet naar de Piraya, maar naar de Baron. Onder de Baron, onder Vliegende Hollander, onder Python, onder Joris en Draak. Snap jij hem nog? Hoeft niet, ik ga het je laten zien. We gaan die kant op, let's go. Nou, we al een paar keer hieruit zijn gekomen, gaan we nu links hierdoor. Zo, op naar Joris en Draak. We lopen onder de Baron door. Maar die gaan we al snel verlaten, want we lopen nu richting de Vliegende Hollander. En dat pad dat vind je hier zo. Dus je kunt alleen maar rechtdoor. Dan kom je hier op het pad uit en dan kom je vanzelf de Vliegende Hollander tegen. Kijk, dan lopen we even onder de Vliegende Hollander. Even wachten als je de rand onderdoor loopt. Wanneer de kar komt, word je kletsnat. Niet handig. Als je dan hier bent uitgekomen op het plein bij Vliegende Hollander, dan moet je hier dus naar rechts langs de kombuis. En dan kom je dus eigenlijk normaal gesproken uit bij een open Joris en de Draak. Inderdaad open, want het ziet er naar uit dat de Joris en de Draak op dit moment potdicht is. Vrienden, dat meen je niet. Gewoon recht voor onze neus wordt Joris en de Draak ontruimd. Mensen komen nu de wachtrij uit. Nou, lekker dan. Dan krijg je nog een rondje Joris en de Draak voor mij te goed. Ergens de komende weken hier op het baan. Daar is hier voor de laatste keer vandaag, want ja, je staat hem hier. Ja, bijna in het uiterste puntje van het park, maar we moeten helemaal hierheen. Hoe kom je daar naartoe? Nou, dat kan op verschillende manieren, dames en heren, jongens en meisjes. U kunt ervoor kiezen om terug te lopen, zoals we net zijn gegaan, langs Borkse Morris, langs Akenura eruit. Als je de Efteling echt niet kan missen, kun je altijd nog zo lopen. Hoppatee. Maar wij gaan de meest korte route doen, dat is, we lopen langs Hak Etna, eigenlijk achter de Piraya langs, langs het spoor. Komen we uit de Fata Morgana, dan lopen we daar langs Akenura en dan zijn we er. Dat is letterlijk de kortste weg vanuit hier naar de uitgang. Kijk, Joris en Draak is ermee gestopt en Draak Edna is ook meteen in slaap gevallen. Die doet op dit moment even helemaal niks. Dit waren een aantal tips vandaag. Hoe je dus makkelijk van de ene kant naar de andere kant kan lopen van het park. Als je van attractie naar attractie of van sprookje naar attractie gaat. Anyway, maakt me niet uit. Wil je nou vaker van dit soort tips hier op het baan? Laat het even weten in de reacties. Wat je van me wilt weten, ik zoek het voor je uit. Ik laat het je zien en dan kun je er later heel erg veel gebruik van maken wanneer jij hier richting de Efteling komt. Niet alle routes die ik vandaag heb gedaan waren per se de kortste routes. Bijvoorbeeld toen we net van de Piranha naar Hans en Grietje liepen. Ja, dan kan je langs Kabouterdorp, dat klopt. Is misschien wat korter. Maar als je de route pakt die ik pak, dan zie je net weer wat meer sprookjes. En dat is bij verschillende routes. Het scheelt misschien, het zal echt secondenwerk zijn. Dus het valt allemaal wel mee, het is niet echt veel langer. Vaak zijn het ook zelfs een van de kortste routes. Maar dan zit er misschien nog een tweede route bij als alternatief. Wij lopen deze hele lange laan uit richting Fata Morgana, richting de uitgang. Alright, we zijn hier nu aangekomen bij Fata Morgana aan de linkerkant. Hier is Bekkerij Krummel. Wij gaan rechtop. Oh, wat leuke Akenura's aan de gang. Nou, prima. Ik heb hem laatst met jullie samen gezien in het licht. Niet mijn ding. We gaan nu richting de uitgang van het park. Hey, zou je als je naar de Efteling gaat en je neemt 's ochtends zo'n leuk ouderwets plattegrondje mee, want dat is natuurlijk veel leuker als in de Efteling app kijken, één ding willen doen, want ik irriteer me echt rot aan mensen hier in de Efteling die dat plattegrondje in de loop van de dag op de grond gooien en in iedere bosjes neerpleuren alsof het niks is. Goeie tip, als je 's avonds het park uitgaat, dan staat er recht voor je neus een enorme grote schatkist waar die plattegrondjes gewoon
zo in kan stoppen. Ik ga het je laten zien. Echt een super tip. En hij heeft zo'n netjes weggegooid ook. Let's go, gaan we even kijken. Kijk, die vind je hier. In het midden van het huis van de vijf zintuigen. Lever hier je plattegrond in aan het einde van de dag. En dan gaan ze hem volgens mij recyclen. Nou, dan gaan we dat maar doen. Zo. Hoppatee, opgeruimd, staat netjes. Oké, vrienden, dit was het weer voor vandaag. Mijn auto staat helemaal aan de achterkant van de parkeerplaats. Dus ik ga nog een kilometertje of 25 lopen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet een duimpje omhoog te doen, te abonneren op mijn kanaal. En op het ringelingeling het belletje te klikken om niks te missen. Van alle toffe avonturen die we hier samen gaan beleven in de Efteling. Tot snel, doei doei!